Toch niet de laatste van vandaag, die spiegel van net. Kijk deze geweldige brute schub eens. Yo boys, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben onderweg zoals jullie zien en ik ga toch wel iets heel tofs doen dit keer. Ik ga namelijk vissen op eigenlijk een vergeten put. De put is ook redelijk verbouwd afgelopen jaren, dus het vissen wordt wat anders. Maar goed, er is nog steeds een ondiepe zone en ja, wat moet je doen in het voorjaar op die ondiepe zone vissen? Dus dat ga ik nu doen. Ik heb er op zich wel veel vertrouwen in. Het is lekker weer. De temperaturen zijn al aardig opgelopen. Dus ja, ik maak zeker wel kans. Ik ga het nog een minuut of 30 rijden naar het water. En dan zullen jullie mij weer zien bij het eerste ochtendlicht, denk ik. Maar goed, eerst even een stukje rijden. Spullen erheen brengen. En dan zie ik jullie later. Even om de hoek kijken. Ik ging er vandoor met mijn shot. Mooie oude vis. Ruim 16 kilo. Ja, prachtig zo, overdag. Lekker hoor. Mag weer lekker zwemmen. En op naar de volgende. Vlak voor het donker liep deze hengel nog af. Hij zat vast in een tak, dus ik stresste hem wel. Maar toen ben ik omgelopen en kon hem daar gelukkig loskrijgen. En toen kwam deze beauty omhoog. Leuke vis. Was een beetje aan het stressen ook, net als ik net. Maar hij kan toch wel lekker terug. De laatste van vandaag, die spiegel van net. Kijk deze geweldige brute schub eens. Pomvol. Ging er vandoor op een hengel waar er meer koetel aan had gezeten. Ja, dat betekent wel echt dat het los is. Super gave oer-Hollandse schub. Echt mega vet. Alle drie de hengels liggen op de kant. Dus ik ga snel die hengels ingooien voor het donker is. En hopelijk komt er dan nog iets. Boys, goedemorgen. Het is enorm koud deze ochtend. De wind is namelijk op komen steken. Het voelt echt aan alsof het winter is. Maar goed, vanmiddag geven ze weer beter weer op. En dan verwacht ik toch ook wel weer aanbeten. Vannacht was het redelijk rustig. Ik heb één vis weten te vangen. 2 uur 's nachts liep de shot af. En op zich een mooie vis. Hij zit nog in de sling. Die ga ik jullie straks laten zien. Maar eerst even pissen en een ontbijtje eten.
best wel een blikte vis. Bomvol. Kilo 17. Ja, dat is wel wat. Lekker breed ook. Echt een toffe vis. Hij is goed druk, dus ik ga hem lekker laten zwemmen. En zijn vrijheid heeft hij gewoon weer verdiend. Hoppa! Akelig stilgebleven. Het is denk ik nu 2 uur. Dus ik hoop eigenlijk wel dat het straks een beetje los gaat in de middag. Als het wat warmer wordt. Ik blijf sowieso vis tot vanavond. Ik wil echt even de uurtjes meepakken die gisteren onwijs productief waren. Dus en mocht het niet baten, dan voeg ik het gewoon aan. Dan ga ik vanavond ook naar huis. En dan kom ik een paar dagen later terug om toch nog die topvis proberen te vangen. Ik weet ook niet exact wat de top is, maar ik verwacht toch wel dat er een hele dikke 40er of misschien wel een kleine 50er op moet zitten. Maar dat moeten we gewoon mee gaan maken. Nou, slecht nieuws. Ik heb denk ik een aanbeet gemist. Ik kreeg namelijk op mijn linkerhengel een aanbeet, een halve run. Schoot her en der wel wat meerkoeten weg, maar ik denk niet dat het meerkoet was. En toen ik opdraaide was het rubbertje ook uit mijn inlijn lood. Dus ja, ik denk 1 gemist, wel kloten. Snel een nieuwe onderlijn eraan geprikt en weer opnieuw ingeworpen. Maar altijd kloten als je een aanbeet mist of verspeelt. Maar goed. Erg stil gebleven vandaag. Ik vis sowieso nog de avontuurtjes uit. Ik ga straks lekker een soepje eten. Het is nu 6 uur, dus ik vis denk tot 9:30, 10 uur. Wellicht komt er nog wat moois uit. En zo niet, dan zie je die dadelijk met opruimen. Tentje is al weg, dus dat scheelt. Die verstop ik hier verderop in de bosjes. Stretcher denk ik ook. Scheelt een hoop gesjouw, dus het is lekker voor de volgende keer. Zo, ik ben er weer. Ik ga terug naar de stek. Ik heb natuurlijk vorige keer mijn stretcher en mijn tent daar gelaten. Dus nu wordt het een makkie. Gewoon alleen met de hengels en de rugtas. Dus dat is wel even ideaal. Het wordt wel de laatste keer dat ik hier ga vissen. Dus ik hoop dat het nog wat wordt. Maar goed, het weer is goed. Het is zelfs volle maan. Dus ik heb wel alle vertrouwen erin. En laten we hopen dat deze laatste sessie gewoon nog... toch even die topper eruit kon waar ik op hoop. Maar goed, voor nu pak ik mijn spullen, loop ik naar de stek. En dan zie ik jullie vannacht of morgenochtend. Het is 2:30 s'nachts en ik vang net echt een fucking brute spiegel. Ik denk dat hij richting de 20 kilo gaat, dus ik heb hem gezakt. En dan bij het eerste licht laat ik hem jullie zien. Maar echt... Zoveel kracht dat het beest had, was niet normaal. Echt. Echt een brute vis. Maar goed, het hengeltje ligt opnieuw op zijn plek. Hopen dat er nog eentje komt. Ik zie jullie morgenochtend. Ciao.
jaar stilgebleven. Maar goed, met een super mooie vis van bijna 20 kilo in de sling klaag ik niet. Ik ga hem straks op film zetten en op foto. Dus dat gaan jullie zo zien. Ik heb ook alvast een beetje opgeruimd. Want ik wil hier niet meer te lang blijven. Ik heb namelijk nog wat andere plannen. Dus ja, ik ga langzaamaan opruimen, vis fotograferen en dan al mijn spullen meenemen. Ik zal hier namelijk ook niet meer terugkomen. Dus het wordt een zware tocht. Maar goed, alles voor de vis zullen we maar zeggen. Ik ga even verder opruimen en dan zien jullie hem straks op film. Dit is hem dan. Echt een super oude dinosaurus van het water. Geweldige krachtige vis. Echt. Dik 19 kilo. De grootste vis tot nu toe voor mij van het water. Super vet. De andere kant even laten zien. Die is nog iets mooier. Wat een groot beest. Heel vet. Ik ga deze weer lekker laten zwemmen. En dan de spullen opruimen. En wie weet volgend jaar nog een keer terug hier. Oké jongens, let's go.